De economie herstellen, jongeren aan een baan helpen en de democratie nieuw leven inblazen. Dat zijn enkele van de redenen die Wilgo Valies, ex-voorzitter van de BVL, aanhaalt om voor de Nationale Partij Suriname te kiezen. Valies hield vandaag een persconferentie in Theater Unique waarin hij aangaf wat Suriname van hem mag verwachten als politicus. Onderwijs blijft zijn stokpaardje. Dat liet hij duidelijk weten bij deze meeting. En ik moet zeggen, bij de komst van de huidige regering, of van huidige machthebbers, hebben we gemerkt dat men bezig is, en nog steeds bezig is, het onderwijs te politiseren. En dat is iets wat niet kan. Je, binnen het onderwijs moet je kijken naar mensen met know-how, met kwaliteiten. Met capaciteiten. En moet gaan kijken naar mensen die affiniteit hebben met een bepaalde politieke organisatie. Dat moeten we niet hebben. Anders gaat er geen ontwikkeling komen. En we weten allemaal hoe belangrijk onderwijs is voor de nationale ontwikkeling. En het is, daarom zeg ik, ik snap politici niet wanneer ze op zo'n manier omgaan met het onderwijs. Hoe ze omgaan met die leerkrachten. Hoe er zo weinig wordt geïnvesteerd in het onderwijs. Waar de leerkrachten, de mensen die de kennis hebben, niet de ruimte krijgen om hun zegje te doen, inspraak te hebben in het beleid. Valies hoopt dat de samenleving zich meer gaat verdiepen in de politiek. Vooral de negatieve lading die de politiek met zich meedraagt, moet worden weggewerkt. Vaak genoeg wordt beweerd van luister, waarom moet ik me bezighouden met de politiek? Politiek is smerig. De politici zijn corrupt. Ze denken alleen aan hun eigen zak en ze maken zich niet druk om die samenleving. Als we op deze manier verder gaan, dan gaan we inderdaad alleen corrupte politici krijgen binnen het machtscentrum. Wij als samenleving moeten eisen, of we moeten naartoe werken, dat die integere mensen nog meer ruimte krijgen binnen die politieke partijen, waardoor we af kunnen komen van die corrupte handelingen van bepaalde politici. We moeten dit niet blijven toekijken als samenleving. We moeten daartegen stellingen nemen. En ik zeg het u, de strijdvaardigheid die ik in de afgelopen periode heb gedemonstreerd bij de organisatie, die zal ik zeker wederom hanteren of nog meer energie daarin stoppen om die verandering teweeg te brengen. Dat was een gemotiveerde Wilgo Valies vandaag tijdens een persconferentie in Theater Unique. Hij heeft bekendgemaakt dat hij zijn krachten zal geven aan de Nationale Partij Suriname.